Monique heeft longemfyseem en heeft het constant benauwd. Ook nu tijdens het interview over haar succes. De rechter heeft geoordeeld dat ze nu als noodmaatregel maar liefst 9 uur thuiszorg moet krijgen. Ja, nou, ik laat me verrassen dat de gemeente dit ook gaat doen. Want mijn zorgaanbieder heeft geen contact opgenomen. Dus dat moet deze week al ingaan. Al een lange tijd moet ze het met maar 5 uur thuiszorg doen om volgens de regels van de gemeente een schoon en leefbaar huis te krijgen. Maar de hulp heeft vrijdag niet grondig kunnen stofzuigen en dus moet haar 13-jarige zoon tussen de schooluren door aan de bak. De hulp die stofzuigt wel, maar die pakt niet de hoekjes, niet de stoelen. Dan krijg je dit en als je het dan gewoon weer netjes wegzuigt. Vriendjes roepen, kom je buiten spelen? Mijn zoon zegt, nee, ik ga voor met mijn moeder boodschappen doen. Kind staat te stofzuigen. En uw man, kan hij niet de stofzuiger pakken in plaats van William? En mijn man heeft hartfalen, in zeer ernstige mate. Wim heeft heel weinig energie. Daarbij komt Wim is chronisch depressief geworden door dit alles. De rechter heeft vorige week bij de uitspraak de gemeente op de vingers getikt. Er wordt te weinig rekening gehouden met individuele situaties, zoals bij Monique en haar gezin. De gemeenteraad bespreekt vanavond of ze de regels aanpassen. Monique zal niet op de publieke tribune zitten. Zij gaat weer naar bed.